Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe video. We zijn hier samen met de kat. Ik noem hem altijd Poekie. En jij hebt ook een leuke kerst gehad, hè? Ja! Nou, zoals je ziet hebben we even gelegen. En zoals je ziet heb ik ook een nieuwe dekbed overtrek. Hele mooie natuurlijk. En een nieuwe lamp, zoals je daar ziet. Een nieuwe klok. En allerlei leuke dingen gekregen, €60 en alles. En parfums. Want kijk, deze parfum van Bro. Ik weet niet of jullie dat zien, ja. Hartstikke leuk. En nou ja. Dat was gisteren, heb ik dus een mooie verjaardag gehad. Toen ben ik jarig geweest, de tweede kerstdag. Hartstikke leuk. En hartstikke leuk om dat te vieren thuis bij mijn moeder. Ik ben dan gisteren om 9 uur naar huis gegaan. En met de taxi hebben we opgehaald en toen ben ik naar huis gegaan en dan een uurtje was ik weer thuis. Dus toen kon ik het vieren. En dat was wel leuk. Met mijn zus die lag toch al slapen toen ik was, heb ik haar wakker gemaakt. En met z'n allen hebben we gevierd, met z'n allen. Dus ga er vanuit ongeveer, als ik goed kijk, ik denk 10 personen of zo in totaal. Maar ook gewoon allemaal gesplitst, hè. Dus ook gewoon, mijn opa is gekomen en een uur later weer de andere en zijn die opa weer naar huis gegaan en dan zo gaat het een beetje. Dat moet wel in dit jaar van de tijd, helaas. Maar het is hartstikke gezellig. En we hebben gisteren een paar boodschappen gedaan en de kamer moet een beetje opgeruimd worden en dat is zo klaar. Dat is niet zoveel troep. Maar het lijkt nu wel veel mooier met die lamp en die klok. Die klok is trouwens ook heel mooi. Die van mijn moeder gekregen als cadeau. En ik heb trouwens niet alles laten zien. Want ik heb natuurlijk ook nog een andere cadeau gehad. Dat zit in deze ruimte. Kijk, ik heb een handdoeken set, een theedoeken en vaatdoeken set gekregen. En dat is het. €61. Dat is hartstikke leuk. En zoals je ziet, ik heb echt lang haar. Echt niet normaal. Alleen de kappers, die gaan dus niet open. Die kunnen nog niet open gaan, helaas. Want ik heb echt zin in naar de kapper te gaan. Hier. Het is veel te lang allemaal. Ik heb altijd zo kort of zo. Hier, moet je nagaan achter mij. Het is echt veel te lang. Dus ik hoop dat binnenkort de taxis wel weer open mogen. Of wacht, taxis. Ik zeg het allemaal. Ik hoop wel dat binnenkort dus de kappers weer open mogen. Dat zou wel handig zijn. Dan kan ik eindelijk weer even naar de kapper en mijn haren laten knippen, want dit is wel echt lang. Maar we zijn nu even aan het chillen op mijn kamer en we zijn niet veel dingen aan het doen. Een beetje rondkijken hier, een beetje chillen op mijn kamer. Kijk je naar Gio Latoy, wat ik elke dag kijk. Dus dat zijn we een beetje aan het doen en eerste kerstdag, tweede kerstdag heb ik gevierd hier. Eerste kerstdag hier gevierd en tweede bij mijn moeder. Dus de kerst is nu voorbij. Alleen de oud en nieuw, dat is nog wel een dingetje, want ik weet niet wat we dan gaan doen. Maar dan gaan jullie zien. Dan check het op mijn video en abonneer mij op mijn kanaal, Sander Smit. En dan check jullie de oud en nieuw vlog dan. Dus wat ik altijd zeg. En jullie allemaal, later, fijne avond.